Yo, iedereen die Animal Crossing New Horizons speelt weet waarom ik zo'n intro heb opgenomen. Mijn naam is Rikachu en ik ga iedere week een journaal brengen van hoe het ervoor staat op mijn Animal Crossing eiland genaamd Eilandchu. Ik laat jullie zien welke bewoners er zijn. En ik wil van alles gaan opsommen, maar dat ga ik niet doen. We gaan gewoon beginnen. Maar voordat we gaan beginnen, heeft de burgemeester van het eiland, Tom Nook, nog wat te vertellen. En ja hoor, Mabel staat er ook. Of is dat Abel? Ik weet het nog niet. In ieder geval, Tom Nook, die spreekt tot ons. Het is 5 over 1 op woensdag 25 maart. Dan weten jullie gelijk op welke dag deze video is opgenomen. En dit is het nieuws van vandaag. Eilandchu heeft er een nieuwe bewoner bij. Puddles. Ik ga jullie zo ook laten zien wie er allemaal op mijn eiland wonen natuurlijk. Ik hoop dat jullie er heel veel leren over het eilandleven. Goed, goed, goed. Tom Nook heeft nog één mededeling om het nieuws mee af te sluiten. Ja, het is een super populair eilandje al. En ze willen onze allerbeste service bieden. En daarom zal de service balie binnenkort verhuizen naar een permanentere locatie. Oké. Die balie is morgen gesloten. Oh, dat is niet handig. Ik vind Tom Nook trouwens echt een gierige man, jongen. Hij wil echt al mijn monies hebben. En niet een klein beetje... Nee, knijterveel, jongen. En daarom ben ik niet zo'n fan van Tom Nook. Anyway, dit is mijn huisje. Oh, wat? Mijn telefoon gaat. Wie belt er? Jongens, zo kan ik toch mijn journaal niet presenteren. Er gebeurt gelijk van alles en nog wat. Tommy die belt van Nookshoek. Oh, ze hebben geld op mijn rekening gestort. Ja, omdat ik allemaal items in hun kistje had gedaan. Dankjewel. Anyway, dit is mijn mooie haasie. En dit is mijn mooie outfit met een mooie rugzak. En dit is een gangster kabouter. Hey, dit is mijn waakhond, jongen. Ik heb hier een lekker hangmatje en ik heb een verrekijker bij mijn huisje, zodat we lekker over de zee kunnen uitkijken. Op mijn eiland groeien tegenwoordig ook kersen. Dit is mijn enige kersenboom. En ik heb hier een palmboom, maar voor het meest heb ik peren op mijn eiland. Maar jullie willen vast wel zien hoe mijn huis eruit ziet. Ja, dit is mijn huis. Natuurlijk, met 2 kattenpalen voor mijn katten die ik nog niet heb in het spel. Ik heb natuurlijk ook 2 Nintendo Switches. Ik heb de Animal Crossing Nintendo Switch. Okay, zullen we even de Switch aanzetten? Oh, dat was niet de bedoeling. Oh, dat was helemaal niet de bedoeling. Ik wil gewoon even mijn Switch aanzetten. Ja, kijk, dat is mooi. Kan deze ook aan? Nee, deze kan niet aan. Oh ja, we kunnen ook gewoon gitaar spelen in mijn huis. Hoe vet is dit? En natuurlijk heb ik hier een heel mooi perenbedje. Ga maar lekker liggen, jongen. Oh, lekker slapen. Oh, en trouwens, die Apple TV, die heb ik gedoneerd gekregen. Die vind ik echt heel tof. Dus dit is mijn huisje. Trouwens, mooie vloerbedekking ook, hè? Ik ga straks even de post uit mijn brievenbus halen. Maar ik weet zeker dat jullie willen weten wie mijn eilandbewoners zijn, wie mijn villagers zijn. Hier woont mijn favoriete eilandbewoner, Sprocket. Maar Sprocket is uit voor een training, hij is er niet. Sprocket! Waar ben je? Sprocket was mijn allereerste eilandbewoner. En het is ook echt mijn favoriete eilandbewoner. Deze gast zong gisteravond gewoon een liedje voordat ik ging slapen. Hij zong een slaapliedje. Dit was zo schattig. Maar voordat we Sprocket gaan zien, is hier Savannah. Savannah is gisteren bij mij komen wonen. En Savannah zegt altijd pony aan het einde van de zinnen. Het is nog niet te laat om er een mooie dag van te maken. Nee, zeker niet. Het is nog hartstikke vroeg. Het is nog super vroeg, Savannah. Savannah zegt, heb je onze nieuwe buur al ontmoet? Savannah nog niet. Het is er nog niet van gekomen. Ja, Savannah is nog super druk met uitpakken. Ze is natuurlijk pas gisteren komen wonen. Maar het is een hele gezellige eilandbewoonster. Yo, we gaan straks even kijken wat voor kleren we hier kunnen kopen. Oh, en ik ben gelijk afgeleid. Hier is namelijk money. Hoeveel money is dit? 1000 klingels. Wat je kan doen, is die 1000 klingels terugplaatsen. Dan gaat hier een boom groeien. En dit zou zomaar een geldboom kunnen worden, jongens. No joke. Dit is echt een pro-tip. Heb ik me laten vertellen. Ik ben geen Animal Crossing pro. Ik heb het me ook allemaal laten vertellen, jongens. Anyway, ik ben op zoek naar Sprocket. Waar is Sprocket? Oh ja, we hebben trouwens ook al een mooie brug gebouwd. Super handig. Hoeven we niet elke keer onze polstok erbij te pakken. Ja, hier is Sprocket. Dit is echt mijn mattie. Sprocket. Hoe is het met je vandaag, jongen? Hé, hey, kan ik iets aan Sprocket geven? Oh, nice. Ik mag hem iets geven. Oké, wat gaan we hem geven? Ik heb nog wel een mooi schelpje voor je. Hier, wil jij deze schelp? Zo te zien is dat een mooie doopvondschelp. Wow, cool.
Ah. Oh, ik krijg er geld voor. Ik hoef er geen eens geld voor, Sprocket. Het was gewoon een cadeautje. Kijk hoe aardig deze man is, jongen. Echt. Ik wil een amiibo van deze man. Of ik wil een poster van deze man. Ik wil wat hebben van deze man. Nu heeft hij het over iemand die op bezoek is gekomen op mijn eiland. Namelijk Vera uit VH Town. Superleuk. Dan kan ik jullie nu laten zien wie mijn andere eilandbewoners zijn. Even kijken of ik ze kan vinden, hoor. Moeten we even hier overheen springen? Want ik heb namelijk 3 huisjes bij elkaar gebouwd. Dit is het nieuwe huisje. Die heb ik zelf ook nog niet gezien. Savannah, die woont in dit huisje. Dit is het huisje van Savannah. En dit is ook een baas, jongen. Degene die hier woont is ook een baas. Maar, ja, hij is er. Nice. Kijk deze man. Dit is ook echt een klein baasje, hoor. En zijn stemmetje, die is echt super cute. Hoor dan. Hoor hoe die praat. Hij maakt een bemoste tuinrots. En dit is natuurlijk Rattle. Oh, nice. Nu kan ik ook een bemoste tuinrots maken. Dankjewel, Rattle. Ja, kijk, dit is echt een baas, jongen. Hij is super klein. Hij heeft een mondkapje op. Het is een soort van kikkerachtig wezen. En ik denk dat Rattle mijn tweede favoriete eilandbewoner is die ik nu op dit moment heb. Kijk dan, wat die heeft staan. Oh, dit is super cool. Hij heeft hier gewoon zo'n ding voor fruitwater staan. Wow, hij heeft een mooi huisje, jongen. Hij heeft een perenkast ook staan. En ook zo'n perenbed. Ondertussen kan ik ook mijn Nookmaals weer ophalen, omdat ik dus weer met mijn buren gesproken heb. Nou, super handig. En ik heb dit net van hem gekregen, de bemoste tuinrots, een bouwplan daarvoor, zodat we dat ook kunnen gaan bouwen. En hoe gaan we dat dan maken? Met steen en onkruid. Oh, nou, dat is niet al te moeilijk. Doei, Rattle. Veel plezier nog. Ik moet mijn YouTube-kijkers even voorstellen aan de andere eilandbewoners. Nou, Savannah, die hebben jullie net al gezien. Die woont hier in dit huisje. En hier woont een nieuwe bewoner, of bewoonster. Dus even kijken of die thuis is, hoor. Ja, kijk. Nog een kikkerachtig wezentje met super schattig bloemetjes behang. Dit is Puddles. En die zegt, hey, woon je ook hier? Ik ben hier net komen wonen en ik heet Puddles. Oh, ze is alleen niet gewend dat mensen zomaar haar huis binnenlopen, maar het is cool. Ik ben Rickachu. Oh. Ze vindt mijn naam een gekke naam. Nou, voor de rest vind ik je ook aardig, hoor. Puddles. Nou, ze moet nog even de huisje op gaan ruimen. Misschien word je dan zeg maar duizelig als je alleen maar naar mijn huis kijkt. Nou, ze heeft in ieder geval grootste plannen, die Puddles. Puddles vind ik ook wel schattig. Nou, ze is alleen nog wel even bezig met uitpakken. Nou, doei, Puddles. Ik denk dat jij maatjes gaat worden met die andere kikker op mijn eiland. Nou, dan hebben we nog 1 bewoner. Of beter gezegd, bewoonster. Laten we even kijken of die ook thuis is. Want die woont namelijk hier. En dat is Renee. Maar Renee is er inderdaad niet. Die is even de hort op. Heb je maar nodig? Succes met je zoektocht. Renee, waar ben je? Laten we Renee even op gaan zoeken. Even kijken waar ze is, hoor. Oh, wat? Ik zag daar een insectje. Volgens mij heb ik die nog niet. Jongens, ik ben heel even afgeleid. Vangen! Yes! Oké. Een zandloopkever. Oh, volgens mij heb ik die toch al gevangen. Nou, dan pak ik dit vlindertje ook maar even gelijk mee. Dan kan ik die even doneren straks. Of nou ja, doneren. Dan kan ik gewoon kaart geld voor vragen. Eens even kijken, hoor. Waar is Renee? Zou Renee in het oosten van mijn eiland lopen? Is ze hier ergens? Is ze gezellig naar het strand toe? Renee, waar ben je? Nou, ik kan het nog niet vinden, jongens. Volgens mij is ze verstoppertje aan het spelen. Anyway, als je dit soort gaten ziet, moet je die altijd even opgraven. Want hier liggen dus je fossielen in. Volgens mij zijn er 4 à 5 fossielen per dag op je eiland te vinden. Dus die moet je altijd even pakken. Misschien is Renee wel hier ergens boven. Ook altijd heel verleidelijk om eventjes te vissen gewoon tussendoor terwijl je andere dingen aan het doen bent. Ja hoor. Oké, wat voor visje is dit? Wat voor visje is het? Heb ik dit visje heb ik sowieso al. Dit ziet er niet heel bijzonder uit. Dit is gewoon een normale karper. Maar waar is Renee, jongens? Ik wil jullie voorstellen aan Renee. Volgens mij is ze officieel kwijt. Is ze van mijn eiland vandaan? Vindt ze het niet meer leuk hier? Renee! Waar ben je? Oh, dit is mijn geldboom, jongens. Mijn geldboom is bijna volgroeid. Hier nog een geldboom. Ja hoor. Ja hoor. Maar, wacht even. Eerst ben ik weer afgeleid door dit insect. Dit groene insect. Dit bovenste groene insect op deze gele bloem. Volgens mij heb ik die nog niet gevangen. Hoppakee. Oh, die heb ik dus ook al. Nee, mijn netje is kapot. Yo, maar ik wil eventjes schudden aan deze boom, jongen. Kijk mijn geldboom. Yes, yes. Ik zei toch dat geldbomen bestaan? Hoppakee. Hoi, Sprocket. Hoi, Savannah. Hebben jullie Renee gezien misschien? Ik kan haar nergens vinden. Ze zegt ook echt succes met je zoektocht. Volgens mij is ze gewoon even niet op mijn eiland. Nou, dan moeten jullie haar maar even gewoon googlen. Succes! Oké, dan even een samenvatting. Wat is er allemaal gebeurd in die eerste 5 dagen op eilandje? Op dag 1 kwam ik aan met Sprocket en Renee. En natuurlijk was Tom Nook ook van de partij en Timmy en Tommy. En die deden allemaal net alsof ik hier gratis mocht wonen, maar dat mocht niet. Ik kreeg wel een tent, maar dat was allemaal op afbetaling. En toen ik eenmaal mijn tent had afbetaald, werd het een huisje. En dat huisje is dus ook al groter geworden aan de binnenkant. Er kwam een verkoper langs van vloeren, tapijten en muren. Alleen wist je niet wat je kocht van hem. En voor 3000 klingels kocht ik deze
Hele lelijke moerasvloer. Ja, ik voelde me best wel belazerd. Dus ik legde maar snel deze camouflagevloer weer terug. In eerste instantie verkochten Timmy en Tommy Nook allemaal spulletjes vanuit het tentje van Tom Nook. Timmy en Tommy zijn de kindjes en Tom is volgens mij de vader. Ja, om het niet zo verwarrend te maken. Maar nu hebben Timmy en Tommy hun eigen winkeltje. Wat vet is dat? Kijk, daar zijn we weer. En zij verkopen elke dag spullen die je maar één keer kan kopen. Dus, en dat zijn vandaag deze stoel en dit wasrek. Nou, daar word ik niet heel enthousiast van. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dit spelletje ziet er wel leuk uit. Daar kan je er meerdere van kopen als je zou willen. En die kost 1300 klingels. Nou, laat ik die kopen. Die vind ik gewoon wel geinig. Hier in hun kast kan je ook vloeren en muren en wanden en weet ik veel wat allemaal kopen. Kijk, parapluutje ook. Cadeaupapier. Aanpassingspakketjes. Nou, dit ziet er wel cool uit eigenlijk. Oké, hier ga ik sowieso nog even naar terug. En echt een hoogtepunt van die eerste 5 dagen op Eilandju was toch wel de bouw van dit museum. En hier is deze uil, Bladders, de baas. En een uil is natuurlijk een nachtdier, dus overdag is die aan het slapen. Hey, Bladders! Yo, man, ik vind Bladders trouwens ook heel stoer. Nou, ik ga eens even kijken of ik een donatie kan doen aan hem. Nee, kan niet. Alle insectjes die ik al heb gevangen, die zitten al in het museum. Maar we hebben natuurlijk net wel wat fossielen opgegraven. Die kan Bladders ook voor ons analyseren. En dan kan die kijken of die ook nog in dit museum kunnen. Dus hoppakee, ik heb er nu 3 bij me. Analyseer ze maar even. Alsjeblieft, Bladders. Oh, ze maken allemaal nog geen deel uit van de collectie. Dat is nice. En dan kan ik ze nu na de analyse ook doneren aan dit museum. Kijk, hoppakee. Een Brachiosaurus bek. Een Milokunmingia. Nog nooit van gehoord. En een Dimetrodon romp. Hoppakee. Ik doneer ze gewoon eventjes aan dit mooie museum van Bladders. En wat zo leuk is, is dat we ook een kijkje kunnen nemen in het museum. Wow. Wow, wacht even. Hè? Hier is René. Yo, maar wat is dit? Stond er allemaal nog niet. Al deze dingen hier stonden er nog niet. Hoe komt een museum zo vol, René? Heb jij dit gedaan? René zegt, wat een engert zeg. Met dat beest valt niet te sollen. Niet dat ik bang ben of zo. Dit fossiel heb jij toch gedoneerd? Het is echt tof van je. Nu kan iedereen ervan genieten. Dat klopt. Maar hoe komen al deze spullen hier? Ik heb dit allemaal niet gedoneerd wat hiervoor aanstaat. Hier die kwal die hier staat bijvoorbeeld. Yo, opeens staan hier allemaal extra spullen. Maar dit is dus René, jongens. En dit zijn dus de dingen die ik allemaal heb gedoneerd hier aan het museum. Ah, ik wist niet dat mijn bewoners ook gewoon even lekker naar het museum gingen. Nou, dit is ook echt een super mooie hal hier in het museum. En als je op de blauwe stip gaat staan, dan krijg je inderdaad een overzicht van wat hier allemaal staat. Hiervoor zie je een toffe dinosaurus. Linksbovenin zien we een Pteranodon. Dat is dit vliegende dinosaurusje. Ik moet alleen zijn rechtervleugel nog, volgens mij. Ik vind het zo ontzettend gaaf om hier rond te lopen, jongens. Ik denk dat ik het museum echt het allertofste vind aan Animal Crossing, jongens. Dit ziet er zo gaaf uit. En sowieso, Animal Crossing is zo'n leuk spel. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat ik Animal Crossing zo leuk zou vinden. Van tevoren had ik hier echt geen hype voor. Ik dacht eerlijk gezegd dat het wat saaiig zou zijn. Want ja, je moest gewoon allemaal dingen verzamelen naar mijn idee. En tuintjes onderhouden en zo. Maar weet je wat het is? Deze game heeft net als Pokémon echt dat gotta catch 'em all gevoel. Als we bijvoorbeeld hier naar rechts lopen, dan gaan we richting het aquarium. En hier zijn allerlei vissen die je dus kan vangen in de game. En die worden dan hier tentoongesteld. Ik vind dit zo cool. Je ziet daar een koi-karper. En dan lopen we even nog een stukje door. Dit aquarium is zelfs nog leeg. En dit aquarium is ook nog grotendeels leeg. Maar als we helemaal doorlopen naar achter, dan zie je welke grote vissen ik al heb gevangen. Kijk deze vissen. Dit is een riemvis. Hij lijkt een beetje dood, maar dat maakt niet uit. Hij is er. En dit is de voetbalvis. En die heeft zo'n lichtje op zijn kop. Ja, ik vind het echt geweldig. En al deze beesten kan je dus ook terugvinden hier in de encyclopedie. En dit is je soort van Pokédex van je insecten en je vissen. En de meeste vissen en insecten zijn alleen tijdens bepaalde tijden beschikbaar in de game. Bijvoorbeeld hier de modderkruiper. Die is er alleen in maart, april en mei. Dus dit spel kan je letterlijk een jaar lang spelen. En dan kom je nog steeds nieuwe dingen tegen. En dat vind ik zo cool. Nou, ik zal de rest van het museum niet laten zien. Dan hebben jullie ook nog wat om naar te kijken. Er is ook nog een heel insectendeel namelijk. Misschien laat ik dat volgende week wel aan jullie zien. Maar ik wil ook nog even langs Mabel. Want dit is de eerste keer dat Mabel hier op mijn eiland komt om spulletjes te verkopen. En Mabel zegt, nu weet ik het weer. Ben ik jou laatst niet tegengekomen in de winkel? Je komt me al bekend voor. Je bent het vast alweer vergeten, maar ik ben Mabel. Ik ben de oude vriend van Timmy, Tommy en Tom Nook. Nou, hij komt dus kleren verkopen. Eens even kijken of jij wat leuks hebt voor mij. Een fitness tank top. Een Raglan shirt. Een mooie jeans. Cool. Panty met gaten. Oké. Waterschoenen? Sorry. Ik vind het niet super mooi, maar oké. Ik zal die waterschoenen van je kopen. Ik wil toch wel iets kopen van Mabel. Ik wil dat Mabel vaker terugkomt. Dus weet je, dan moeten we wel
haar wel even sponsoren gewoon, hè. Laten we die even aandoen, die waterschoenen. Hoppakee. Nou, en als laatste wil ik nog even langs Tom Nook. Die woont nog in een tent en daar snap ik helemaal niks van, want ik geef deze man al mijn geld. Ik heb deze man al zoveel geld gegeven. Ik snap niet waarom die nog geen huis heeft. Yo, vriend, hoe is het? Nou, hij heeft niet zoveel te vertellen. Hij wil gewoon geld hebben van mij. Dit apparaat hier is een pinautomaat. Timmy en Tommy, die hebben lekker wat geld op mijn rekening gestort. En dat ga ik natuurlijk, hoppakee, allemaal keihard innen. En zoals je ziet heb ik nog een leninkje openstaan bij Tom Nook van 198.000 klingels. 198.000! Hoe ga ik dat ooit afbetalen? Hopelijk gaan we daar achter komen in het volgende weekjournaal van Animal Crossing. Volgende week, dan zijn we weer 7 dagen verder. Dan gaan we kijken hoe mijn eiland er dan voor staat. Misschien heb ik wel allemaal nieuwe dingen. Misschien ziet het er al veel beter uit. Nieuwe bewoners. Ik weet het niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Maar ik hoop dat jullie er allemaal bij zijn volgende week. Doe even een blauw duimpje omhoog als je Animal Crossing's weekjournaal gewoon heel erg leuk vindt. Abonneer dan ook zeker even op mijn kanaal voor meer Animal Crossing, Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!